Goedemorgen dames en heren, het is je boy Cuts by Kev. Ik ben net wakker, ik heb al lang niet meer gevlogd. Het is mooi weer, ik heb een auto gehaald. Laat ik gewoon douchen, kijken wat de dag brengt jongens. Hey. Dames en heren, ik ben al klaargemaakt helemaal. Ik weet niet eens wat ik ga doen voor de dag, maar ik heb een mooie brief in de post gekregen. Weer betalen. Had ik al verwacht, jongen. Dus ja, bij deze, ik ben klaar. Ik ga slapen. En ik zie jullie morgen, man. Vandaag was niet zo speciaal. Alleen een dikke shout-out naar Serena. Die kwam voor de KFC. Tot morgen. Ik heb geen corona, dames en heren. Ik heb mij getest. Het is gewoon kriebels. Dat is niet mis. Welkom bij een nieuwe vlog van Cuts by Kev. Vandaag gaan wij naar de opening van... We zijn al te laat, zelfs. We zijn te laat. We zitten al een uur in de auto te wachten op... Piep. Wooden Beats! Here's a Joe! Kijk, vandaag gaan wij naar Trap House. De opening van Trap House. What? De opening van Trap House. What the fuck? Yay! Op deze moment heb ik gewoon zin in een dive. We zijn in april. Look at this dude. Ah ja, jullie hebben de nieuwe whip nog niet gezien, hè? Ook weer met lichtjes. Ondertussen, ik heb dat niet eens gevlogd dat ik een Mercedes had. Beseffen jullie dat? Ik had dus zeg maar mijn polo, dames en heren, verkocht. Omdat ik was die beu. Ik wou iets groter gaan. Do it! Dus dacht ik, just qua do motor it! En auto, hè? Qua cabine, die was klein. Maar qua motor en auto, dat was een 3.6. Surprise, motherfucker! In mijn maag komen. Een 3.6. Dus dat was echt van 0 naar 100 in 1, 2 seconden. Die vertrok snel altijd, hè? Vliegtuig. Ik had niet eens gevlogd in die auto. Mohim. Een Mercedes CLK. Ik had die, die was op mijn naam. Alles gekocht, afbetaald, alles. Yeah. Rijden. Op een ochtend, ik word wakker. Piep. Niet de wekker, hè? Een vrachtwagen. Geen wekker, de vrachtwagen was die aan het takelen. Wat lach jij, jong? Je zit zo te lachen. No. Fucking auto is gewoon getakeld. Exactly. Ik in mijn onderbroek, ik ga naar buiten. Ik zeg, meneer de Ossifer. Officer. Ossifer. Ossifer is officer. Nee, het is Ossifer, hè. Laat in de comments weten, is het Ossifer of? Officer. Dit is Ossifer. Mooi. Meneer de Ossifer. Mijn auto. Die is van mij. Die vroegen nog, ja, is die auto van jou? Ik zeg, ja. Mag ik even mijn broek aandoen?
Nee, want als je jouw broek aan doet en je gaat naar binnen, dan als je terugkomt naar buiten, dan is de auto weg. Ik zo, ha, je moet grappig zijn. Ha, 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 ha. Geef mij die papieren, laat mij die tekenen. Bla, bla, opeens, we tekenen papieren. Da, 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 da. Auto verloren, bro, auto kwijt. Hoeveel had ik toen betaald om die terug te halen bij de takeldienst? Oh, 340 euro. Wat staan er? 300 euro. 340. Wow. Die deden nog gierig voor 10 euro. Dat ik met muntjes had betaald. Look at this dude. Toen had ik de auto teruggekregen, maar die hadden de nummerplaat en de verzekering ingetrokken. Dus ik kon in principe niet rijden. Ik kon in principe niet rijden. Dus wat doe ik? Ik bel een vriend van mij die een garagist is. Ik bel, hey, Mark, ik heb hier een auto zonder verzekering, zonder nummerplaat. Je moet mij helpen. Ja, dat gaat 50 euro kosten. Ik zeg, je m'appelle les couilles, de l'argent, rien, je m'appelle les couilles, viens ici. Help mij. Oké, die komt, die helpt mij. Ik had 50 euro van jou gefixt, weet je dat nog? Mm-hmm. Ja, dat was voor die plaat. Ja, fuck. Betalen dan gewoon. We rijden gewoon tranquille naar de garage. Die zegt van, ja, die auto heeft wel veel problemen precies. Hè? Ik zeg, ja jong, ik weet zelfs niet eens hoe dat ik die ga verzekeren, hoe dat ik die deed, hoe ik die banden ga veranderen. Alles. Hij zei, weet je wat? Heb ik godverdomme een vacht voor jou, legé! Dan kun je vandaag al rijden en dan kun je vandaag al weggaan. Ik zeg, weet je wat? Toch zoveel kopijnen met die Mercedes altijd. Fuck die Mercedes. Ik pak die Ford. Tutor is mooi. Tutor werkt ook, godverdomme. Intact. Dus nu zitten wij in de Ford, hè. Dat is het levensverhaal. Dat is zeg maar mijn autoverhaal. Hoe ik van de Polo naar de CLK ben gegaan, dames en heren. Terwijl dat wij wachten op Wizard Beats! Hij gaat precies hier in het midden zijn. In 3, 2, 1. Ah, mijn Lixie! A few moments later. Ah, we zijn al bij je traphouse, dames en heren. Ik kan snap plaatsen dat wij hier zijn. Wat? I know! Wat hebben jullie besteld? Vertel het eens. Trap house? Trap food? Jullie weten dat niet, hè? Jawel, jawel. Jullie gaan dat zo dadelijk zien. Oké. Wat vinden jullie van mijn post? Oké. Rate the post. Hard of niet? Wow, trap house. Trap house. Trap house. It's a house where it's they are house. Trapping. It's a trap. It's a trap. Alice, we zijn zo hype, strakke safies. Bro, with your length, this with the eater. You only have this shit in America, and now it's here. In BE, so right yeah. Here in Europe. So maar ja, we moeten niet te veel zeggen waar. Okay. Dat is ook nog die hele ding. Dan moet je dat editen. Want anders, als mensen te veel gaan weten waar dat is, dan... They will act like they... They got it. Stel je niet van Anta weet? Mensen van Anta weten dat, maar die wil gewoon niet naar hier komen, denk ik. Niggas don't be pulling up. Niggas don't be pulling up, wat je? Niggas ain't not calling. Niggas ain't als Quincy of Malikski in zijn handen klapt, dan is het eten op onze schoot. Dit ziet er wel goed. Bro. En wat hebben jullie besteld? Of is er geen tijd om te zeggen wat jullie hebben besteld? Leave me alone. What did you say, nigga? Oeh. Lekker, man. Weet je, fuck deze vlog. Like, Trap House heeft ons gekild, we kunnen niet meer praten. Joe, salutjes. Wieskes. Dames en heren, appelen en peren. Wortels en aardappelen.
Ik ben vandaag weer bezig met Cuts by Kev. Ik ben weer aan het knippen. Echt een kankerverkeer ook. Sorry voor mijn taalgebruik. Ja. Voor de rest is er niet echt iets veranderd. Ik ben ook van plan om niet altijd te vloggen hoe ik altijd knip. Want dat is wat ik regular doe. Ik wil wel voortaan vloggen als ik iets te doen heb of zo, snappen jullie? Want anders is het altijd hetzelfde. Ja. That's it, epi. Yeah. Ik schakel en ik stuur. Because I'm busy with my vlog, yeah. Maar ja, bij deze weten jullie ook dat ik echt alleen ga vloggen als ik ook eens een keer iets anders ga doen als knippen, want ik knip altijd. Altijd on the road. Dus ja, bij deze, zoals jullie konden zien, was ik naar het trap house geweest. Dat was lekker. Ik ben ondertussen nu al meer dan 10 keer geweest. Meer dan 10 keer, elke keer. Het wordt lekkerder en lekkerder. Dus ja, that's the shit, man. Ik ga jullie nu laten. See you guys in a bit, yeah? I'll see you guys in the next slide. Dames en heren, ik en Quincy gaan onze Malik Ski laten schrikken. Hij kan elk moment door die deur komen. En wij zijn, zeg maar, verstopt. En hij komt er zo aan. Ik sta in de boot. Omdat we komen hem ophalen. Omdat we heel veel dingen gaan doen vandaag. Maar hij weet niet dat wij al binnen zijn. Quincy, wat gaan wij doen? Gaan we zo wachten? Pas wanneer hij hier zit. Dat duurt wel lang hoor. We hadden al lang al zijn spullen mee kunnen nemen. Ja. It's always coming in your dreams. You ain't had many shit cause you the shit to me, Bankroll. Every time you at a party, it's a scene, Bankroll. Sunken place always coming in your dreams. You ain't had many shit cause you the shit to me, Bankroll. Every time you at a party, it's a scene. Bankroll. Sunken place always coming. Surprise, motherfucker. Mohim, dames en heren, ik heb echt lang vergeten te vloggen eigenlijk, hè? Heel lang. We hebben gewoon besloten om eventjes naar Parijs te gaan. Zomaar, gewoon. We zijn Antwerpen beu, dus dan gaan we eventjes weg. We zijn overal beu. We zijn overal beu, dus dan gaan we weg. Snapte? We zijn nu al voorbij Bologna. We waren eventjes in Bologna in de zee gaan plassen. En dan zijn we nu onderweg. Ja, ik heb toch gezegd in de zee geplast. No cappings here. Ja.
Dus ik ben even in Bologna gestopt om in de zee te plassen. En dan ben ik nu onderweg terug, hè? Wie weet. That was legitness. Yeah, it was, huh?